Hallo, ik ben Desiree Stokkel. Het is 16 november 2013, bijna 10 voor 11 in de ochtend. Ja, ik heb gisteren weer naar TV Senkmonde gekeken. En dit keer waren er wel rampzalige berichten uit oorlogsgebied, maar die voegen niets nieuws toe aan al de andere video's die ik al gemaakt heb. Maar ik heb wel een ander berichtje. En omdat ik ook eventjes moet ventileren en afreageren, zet ik dat om in een videootje. Ja, in Frankrijk hebben ze drive-in supermarkten. En het afgelopen jaar heeft het bouwen en openen van deze supermarkten een enorme vlucht genomen. Een drive-in supermarkt kent momenteel twee verschijningsvormen. Eén, je hebt de klassieke supermarkt. Dan bestaat er een website van de supermarkt waar je je producten kunt bestellen en betalen. Vervolgens gaat een medewerker van de supermarkt met een karretje en zo'n logistiek apparaat. Je kent dat inmiddels wel, de hele voorraad van het magazijn of van de winkel staat in de computer. Je kan die computer op je arm binden en die computer geeft dan aan in welk vak welk product staat, welk nummer, welke barcode. En die computer die kan, als hij is afgestemd op de layout van het magazijn of de winkel, ook de kortste route aangeven. Nou, er zijn dus twee vormen van drive-in supermarkt. Eén is dat het personeel in de echte supermarkt met zo'n computer op de arm rondloopt en dan binnen 30 minuten alle producten verzamelt en klaarzet bij de uitgang. Meestal is de afspraak dat iemand die op het internet bestelt 2 uur later bij de uitgang kan staan, even kan aanbellen en dan worden de producten in de auto gezet. Een andere vorm is magazijnbouw. Er zijn magazijnen ingericht waar de producten staan ook in magazijndesign. Dus ja, echt de grote stellingen, product, grote verpakkingen open, niet uitgepakt. En die magazijnen die zijn anders ingericht dan bijvoorbeeld het standaard magazijn van nu. In de drive-in supermarkt magazijn vind je alle producten die het meest verkocht worden vooraan in het magazijn. En producten die minder verkocht worden, worden naar achter geschoven. Wat je dus krijgt is dat het personeel dat daar ook werkt met zo'n computer op je arm, minder hoeft te lopen. Dus ze kunnen alles binnen 10 minuten inladen, omdat de voorraadbeheer optimaal is. Dan heb je wel een neurotische manager, die dus echt moet zorgen dat alle producten op juiste voorraad blijven en ook in de juiste vakken staan. Als er plotseling een hype is op de pepernoten, kun je die pepernoten maar beter vooraan zetten. Ik weet niet of ze in Frankrijk aan pepernoten doen, maar het is een duidelijk voorbeeld. Hè? Wat ik constateer is dat je wel een beetje autistisch moet zijn om in zo'n supermarkt te kunnen werken. Want eigenlijk word je onderdeel van, hoe heet het ook weer, branch marketing, ja. Nou, in ieder geval, je wordt een beetje gedegradeerd tot robot aan een productielijn. En daar moet je een bepaalde mentaliteit voor hebben. Je moet niet te sociaal betrokken zijn. Je moet ook gewoon zo'n mentaliteit hebben voor onderdeel worden van een elektronisch systeem. De supermarktmagazijnen doen er dus maar 10 minuten over, maar ook de mensen die bij zo'n supermarktmagazijn bestellen, moeten wel ongeveer rekenen op een aflevertijd van 2 uur. Nu is er in Frankrijk iets gaande en dat is dat overheden, burgemeesters, compleet in paniek raken, omdat de evolutie van de drive-in supermarkt niet is opgenomen in de bestemmingsplannen. De hele layout van het land is daar nog niet op ingedeeld en de bureaucratie is er ook niet op ingericht. Dus je hebt nu in het parlement van Frankrijk allemaal mensen helemaal in paniek, want het blijkt zo te zijn dat als je in Frankrijk een bedrijf wilt uitbouwen met een magazijn, dat heel veel eenvoudiger is dan dat je een supermarkt drive-in wil openen. Dus je hebt al die ondernemers die toch wel geld hebben wat zij kunnen investeren, die een magazijn inrichten en daar een parkeerplaats met een carport bouwen met 6 parkeerplaatsen. En dan kunnen ze dus 6 klanten afhandelen binnen 8 tot 12 minuten.
die dus hun boodschappen komen ophalen. Nou, daar is het parlement het niet helemaal mee eens, want ze zijn dus de layout kwijt van de stad. Ik weet niet hoe dat gaat aflopen. Ja, ik moet nu nog naar Albert Heijn, hè? En dan ben ik natuurlijk hartstikke arm. En normaal gesproken ga ik 's morgens om 8:30 meteen alle producten die 35% zijn afgeprijsd eruit halen. Dan hebben we die bonuskaart. Ja, ik moet hem wel gebruiken, want anders mis ik kortingen. Ik bedoel, het is niet anders. Afgelopen week dacht ik al dat Albert Heijn zich met deze bonuskaart wel eens helemaal zou kunnen verkijken op het kopersgedrag. Want je wordt er doodziek van. Zeker als je in armoede leeft en je 6 keer per week naar de supermarkt toe moet. Je moet wel verplicht de individuele marketing in je e-mailbox in de gaten houden. Want anders mis je allerlei koopjes. Dat moet je toch al doen. Kijk, als je in armoede leeft, dan moet je ook de jeans en de sweaters voor je kinderen goedkoop aanschaffen. Dus je moet zoeken. En daar vul je dan een beetje je uren mee. Terwijl je dat helemaal niet wilt. En dat is een vorm van psychische terreur die nu tegenstaat. En ik zit hier dus eigenlijk wel met een big smile. Want Albert Heijn, C1000 en Jumbo hebben klaarblijkelijk nog nooit gehoord van een drive-in supermarkt. Dus ik zal een van die websites linken. Ik spreek geen Frans. Ik hoop dat ik de goede website heb gegoogeld. De drive-in supermarkt. Je bestelt van achter je computer. Je betaalt via je computer. Je kan ook vers product bestellen. De Franse supermarkten hebben al ontdekt dat ze wel echt goede producten moeten uitzoeken. Dus geen rotte appels en dergelijke. Omdat dan de klanten wegblijven en naar de concurrent gaan. Dan kan je 2 uur later in je auto stappen. Je belt aan. Of je belt op. Je zegt dat je komt. Je belt aan. En je krijgt je boodschap in de auto geleverd. Er is wel een groot nadeel. Ik vind het echt een super groot nadeel. En dat is dat al die boodschappen van die plastic tasjes worden gegooid. Mensen, dat moet veranderen hoor. Dat kan wel kartonnen dozen worden of papieren tasjes. Maar, oké. Give the girl a break. Give the boy a break. Het heeft de afgelopen 6 maanden een enorme vlucht genomen. Ik denk dat de papierfabriek ook een beetje verbaasd is. Goed. Ik ga weer naar die boodschappen te halen. En ik ben benieuwd hoe lang het duurt voordat Albert Heijn, C1000 en de Jumbo een drive-in supermarkt hebben in Nederland. Bye bye.